Hoe noemen ze in Amerika het verjaardagsfeestje van een 16-jarige? Een Sweet 16 Party. Sweet 16 Party. Ja. Heb jij dat ook gehad, Sweet 16 Party? Nee, maar als ik dit zie met die kaarsjes, dan moet ik wel denken aan mijn jeugd. Tenminste, wat mijn ouders mij vertelden. Want dat is een van de dingen met een hazellip, is dat je niet makkelijk kunt blazen. Je kunt geen ballonnen opblazen en kaarsjes uitblazen. Dus toen ik 1 jaar werd, toen kreeg ik thuis met 1 kaarsje. Dat heeft echt 3 kwartier geduurd. En toen ik 6 werd, toen zat op een gegeven moment slagroom overal, maar de kaarsjes waren. En toen ik 12 werd, kreeg ik een taart met elektrische lichtjes. En als ik dan wilde blazen, trokken mijn ouders een stekker. Louis, ik begin bij jou. Het zijn de finale weken, het maakt dus wat pittigers. En daarom beginnen we met een vraag over Polen. Welke Amerikaanse kerstfilm uit 1990 is daar enorm populair? Zo populair zelfs dat hij elk jaar met kerst opnieuw wordt vertoond. En dat er nationale protesten uitbraken toen men hem 1 keer niet vertoonde. En ik geef een tip. Home Alone. Home Alone, ja. Ik beeldde dat kindje na het aftershave op zijn gezicht. Ja. Hè? Ja, vertel het er maar bij waar ik uitbeeld. Ja. Nee, Home Alone. Vond je het een mooie film? Ja, top. Ja, ja, ja. Topfilm. Nee. Ik kijk hem nog steeds, ieder jaar. Serieus? Ja, is het in Polen? Nee, niet in Polen, maar wel met Poolse ondertiteling. En, Nee, Joris, was jij vaak alleen thuis vroeger? Eigenlijk wel, ja. Ja? Ik kom van een gezin van 5, maar mijn broers en mijn zussen zijn allemaal heel veel ouder dan ik. Ah, oké. Okay. Dus, echt veel ouder. Ja, ja, ik was een ongelukske in de kalendermethode. Ja? Ja. Voilà, hier ben ik. Ja. En rustig. De kalendermethode? Mark-Marie, de kalendermethode, dat is eigenlijk aan de hand van een kalender uitrekenen wanneer de regels doorbreken, de maandstonden doorbreken. Oh, de maandstonden. Ja, klopt. Ja. En daar dus een fout in. Een fout. Ja. Berekeningen. Ja. Maar dat is wel goed, hè, want anders was hij hier niet. Ja, anders was hij niet geweest. Nee. Maar daardoor was jij vaak alleen thuis. Ja. Niet door die fout in de kalendermethode, maar gewoon toch door... wel? Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Onrechtstreeks wel. Ja. En deed je een kattenkwaad? Eigenlijk niet. Ik liep rond de tafel de hele tijd. Ja. Oh ja. Had je bij je ouders nooit aan medicijnen gedacht voor jou? Nee. Eigenlijk niet. Ja, het is onder controle, denk ik. Ja, nu even. Maar als zijn vriendin er echt veel last van zou hebben, zou ik denken, goh, denk ook eens aan medicijnen. Ja. Dank je, Mark-Marie. Alsjeblieft. Ja. Nee. Kun jij het Nederlandse volkslied meezingen, Mark-Marie? Nou, het is heel lang, hè? Is dat heel lang? Nou, het is Wilhelmus van Nassau. Hallo? Ja. Wilhelmus van... Ja, ik keek gewoon de andere kant op. Wilhelmus... Snel afgeleid. Nee, maar ik keek even... Ja, even hun erbij betrekken, maar dat zou ik zelf ook doen. Wilhelmus van Nassau. En dan begint het couplet met elke eerste letter. Dus de W en dan de I en dan de L. Totale lied is heel lang, ja. Heel erg lang, heel ja. Lang. Maar kan je het zingen? Dat was de vraag. Dus het is heel lang, dus nee. Nee, het is een heilige, hè. Het is, Johannes. Johannes, inderdaad, ja. Johannes Chrysostomos. Ja, fantastisch. Ja. Daarom zit ik hier, hè. Ja. Nee, hebben jullie veel gefeest als student? Ik ben zelfs moeten stoppen met studeren. Dat was niet meer te combineren. Nou, ik heb ook heel veel gefeest, omdat ik veel vrije tijd had. Ik had zo'n beetje een speciaal manier van studeren. Bijvoorbeeld als ik een cursus moest kennen van 400 bladzijden, dan val ik die samen in 100 bladzijden. Ja. Dat vond ik nog te veel. En dan val ik die samen in 50 bladzijden. Ja. Nog te veel. Ik vond die dat samen in 20 bladzijden. En dan die 20 bladzijden heb ik dat samengevat in 3 bladzijden. Ja. En die 3 bladzijden in je woord kwam ik op het examen, was ik toch wel mijn woord vergeten, denk ik. Hey, Oekraïne grenst aan 2 zeeën, die jullie ongetwijfeld zeer bekende zee van Azov. Die vragen we niet. En dan nog eentje. Welke? En ik geef een tip. De Zwarte Zee? De Zwarte Zee. Ja, dat was Louis, hè, toch? Want ik had mijn ogen dicht. De Zwarte Zee. Ja. De Zwarte Zee, ja, zo verstel ik het wel. Nee, ik was even verward, dacht dat Joris was. Nee, de Zwarte Zee. Nee. Heb jij een kort lontje, Louis? Nee, denk ik niet. Hè. Nee. Serieus? Minder dan vroeger. Minder dan vroeger? Was je vroeger werd je rap kwaad? Of? Nee, maar ik was wel iemand die zo... als er iets gebeurde als er aan mijn vrienden werd geraakt, dan werd ik wel heel kwaad. En dan deed je ook al eens... serieus? Je hebt gevochten al? Dat zijn jeugdzondes, hè. Maar ik hield het altijd zo een beetje van op de achtergrond in de gaten. Ja. En als die vrienden dan toch
in de problemen geraakte, dan moeide ik mij wel. Ah, meer een soort Batman eigenlijk. Ja, nee, iemand die... Ja. Jaap, heb jij gevochten ooit? Nee. Ik ben gewoon geboren op die manier. En daar hebben we het al over gehad. En ja, dat is heel pijnlijk. Ik had 3 weken niet gegeten en ik had een hamburger. En, nee, maar ik heb nooit gevochten. Ja. Maar dit was ook wel echt een goede klap. Als je hem geeft, moet je hem wel zo geven. Ja. Ja. Maar er is wel een geluidje opgezet. Hè. Het geluidje was... Echt waar? Ja, we hebben een dienstgeluid in Bangladesh, die verwerken tegenwoordig. En dat is altijd wel doorverdreven. In India zit er nu een kind zo te drukken. Ja. Nee, dat was goed. Welk bekend filmpersonage beeldt deze kikker uit, Jan-Jaap? Prinses Leila. Van, wat zeg je het nog eens? Prinses Leila. Dat is niet goed. Jury zegt ook niet goed. Joris. Prinses Lia. Lia. Ja. Lia. Die tweede L. Het is niet Leila. Zonder de L. Ja. Maar Erik zei, de jury keurde het niet goed, maar jullie deden niks. Jawel, ja. Jawel, ik zei... Ja. Nee, kan ik zo heel snel... Alsof jij dit wist. Wist jij dit? Ik wist dit, ja. Wie is het dan? Prinses Carrie Fisher speelt het. En het was Leila. Leia. Leia. Nee. Wat bedoel ik? Nee, prinses Leia. Wij zijn vrienden, slaan met elkaar. Ik begin ook bij jou. Van de mensen die eens een dagje van thuis uitwerken, doet 39% dat in hun pyjama. Maar hoeveel procent van de thuiswerkers heeft enkel een onderbroek aan achter de laptop? Wie er het dichtst bij is, wint. Dus als je zit te werken thuis, gewoon in je onderbroek. 78%. 78%? Ja, dat is een keuze. Dat is een keuze, ja. Ja, of het is een wensdroom. Nee, Louis. 40%. Ja, Jan-Jaap. 20. 20, 18%. Dat is het dichtst bij. Ja. Nee, dat is toch... Ja, dat is veel. Dat besef ik nu. Ja. Nee, ik dacht, ik ga zo hoog gokken. Ik dacht van, sommige vragen hebben een heel raar antwoord. En ik ga daarop gokken. En sommige vragen niet, hè? Nee, voilà. Nee. En deze vraag bijvoorbeeld. Deze vraag was een heel gewone. Nee. Wat heb jij aan als je thuis werkt? De pyjama. De pyjama, ja. Maar, ja. Ja. Jij ook, Jan-Jaap? Nee, gewoon, ik werk eigenlijk altijd wel thuis. Ja. Gewoon kleding aan. Ja, dus 's ochtends dekt u kleding aan. Meteen, ik slaap zelfs in mijn kleding al. Nee. Serieus, strookdassie, wekker, pam, aan het werk. Okay. Van je dit hem. Heb jij thuis kleren? Ja. Ja, maar ik voel me altijd zo'n beetje... toch? In thuiskleren? Ja, je hebt toch ook wel nodig dat je denkt, nou, nu ga ik echt... Maar ik moet opgeruimd bureau ook hebben en zo. Maar als je naar jouw bureau in thuis gaat, dan kleed jij echt daarop aan? Hè? Jij kleedt echt zo van, goh, ik ga nu naar het kantoor hier in die andere kamer. Ja, maar ik ga niet in mijn onderbroek of in mijn pyjama zitten, nee. Ik moet wel echt een beetje... Nou, maar niet dit, weet je wel. Dit is echt voor als je op tv komt. Ja. En ik kom thuis niet altijd op tv. Dus, maar ik doe wel gewoon normale kleren aan, ja. En ik douche ook. Zeker wel. Ja, doe ik ook, ja. Ja, maar ik trek onmiddellijk terug mijn pyjama aan. Ik werk de hele dag in pyjama. Heb je een pyjama? Ja. Jij slaapt ook in pyjama? Ik kan zelfs in pyjama naar de bak. Ja, maar je doet er een jas erover aan, zodat je niet goed ziet. En dan sportschoenen en dan ga ik met een pyjama naar de bakker. Dat zien ze niet. Dat weten ze nu wel. Ja, andere bakker dan. Hè. Ja. Ja, in de finale van het WK snoeker stond dit jaar voor de eerste keer een Aziat. Hoe heet die snoekerende Chinees? En ik geef een tip. Dong. Ding. Ding. Is... Ja. Je hoeft echt niks die vraag niet eens te stellen. Doe gewoon dong, dat is Rick. Ding, dan kunnen we door. Ja. Maar goed. Had je het geweten als ik gewoon dong had gezegd? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Nee, ik had ding. Ik had, zonder dong had ik het niet geweten. Nee, ja, maar wat is dat? Nee, dacht het wel. Van, ja. En dan Cœur de Bœuf, Roma, San Marzano en Kumato. Dat zijn allemaal tomatensoorten. En een leuke weetje, een tomaat is een vrucht en geen groente. Nog een leukere weetje, iets dat iedereen al weet, dat is geen weetje. Oh.
Wisten jullie dat? Ja. Ja. Erik, dat weet echt iedereen. Ja, ik ken niks van groenten. Ja. En nog een weetje, wat is de voornaam van meneer Ree? Tomatenpu. Nee. Ja. Kat Kerkhoffs speelt mee, Mark Marie. Ken je haar echtgenoot? Volg jij het voetbal een beetje? Of, nee, ik nee. volg het voetbal niet. Ja, die ene naam ken ik helemaal niet in Nederland, die Apeldoornse ploeg. Ja, maar dat is geen... A-A-E-G. A-H-O-V-V, zoals ze in Vlaanderen zouden zeggen. A-G-O-V-V. A-G-O-V-V. Maar ze zijn failliet ondertussen ook. Ja, met ja hun naam. Omdat ze te veel letters hadden. Ja, dat is hartstikke duur. Dus, nee, dus, maar wel interessant als je met een voetballer bent... Ja. En je bent een vrouw, dan is het... En je gaat de finale in, dan is het... Kijk, een vrouw, bijvoorbeeld, een man, mag voor een voetbalwedstrijd beter geen seks hebben. Oh ja, dat is waar. Maar een vrouw moet voor die finale juist een orgasme hebben gehad. Ja, dat is juist. Ja? Ja. Weet je dat niet? In de opera doen ze dat, ja, hè? Ja, in de opera. Ja? Dus de Italiaanse opera hadden ze vroeger sopranen. Hoe heet dat nu weer? Wat? Ja. Ja, daar hadden speciale mannen voor aangenomen. Ja, van die brachten die... Speciale buffers, die, toch? Nou. Pikeur. Maar die... Maar die echt? Dus die gingen de sopraan dan naar een hoogtepunt toe brengen. Ja. Vlak voor het optreden. Ja. Want een vrouw krijgt energie. Schrijf het nou op. Een vrouw krijgt energie. Dat is wel waar. En een man geeft energie in het seksuele spel. Dus voor een finale, jullie zou ik dan adviseren om het even niet te doen. Terwijl jou zou ik adviseren als een beest een keer te gaan. Want dan heb je heel veel energie gekregen. Ja. Okay. Maar ja, voel je dat ook? Dank je voor de tip. Alsjeblieft. Ja, maar Mark Marie, maar dan zit hij in Napels. Ja. Ja. Ja, maar je zou het ook eventueel... Ik zit in de loge ernaast. Ja. Maar dat was dus echt wel een speciaal beroep, hè? Piqueur heet dat. Ja, mijn opa was piqueur. Oh ja. Nee, maar dat was echt een beroep. Al hebben we dat, piqueur. Ja, ja. Prachtig. Ja. Nee, als Dries scoort, dan maakt hij ook altijd zo'n hartje voor haar. Dus als hij scoort... Zowel romantisch, hè? Elke keer. En scoort hij veel. Ja, scoort heel veel, ja. Ja, dat is toch lief, hè? Dat is wel lief, maar op een gegeven moment moet hij er ooit mee ophouden. Ja, maar nu gaat het niet meer. Zo nee, is nu, een handelsmerk nu moet hij... geworden, ja. Nou staan zijn handjes misschien ook gewoon zo... In ah, mooi. Ja, als hij het niet meer doet, dan zijn de boekjes daar wel meteen natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. En dan weet je dat we weer in onze pauze zitten, hè? Ja. Goed gespeeld. Nee. Jij een koosnaampje voor je partner? Nee, ik hou het bij... liefje. Schatje? Zoiets? Ja, maar nu per twee gezegd, hè? Of, Ja, dat hangt er vanaf. Hangt er vanaf? Ja. Maar de twee worden gebruikt? Ja. Ja. Oh, dat. Nou, dat is goed. Jan-Jaap, mijn kostnaampje? Ja, mijn vrouw en ik noemen elkaar mijnes. Zo van, jij bent van mij, ja. Dus dat is mijnes. Ja. Dus... Sorry. Ja. Zo bezittig. Hè? Zo bezittig. Nee, maar dat is toch mooi? Dat is toch mooi? Ja. Mijn is zo van mij. Maar we zeggen het alle twee tegen elkaar. Mijn nus. En van waar komt die us dan? Jeetje, dan doe een ander koosnaam, jongens. Mijn is. Piqueur. Piqueurtje. Piqueurtje. Zo noemen we elkaar. Piqueurtje. Nee. Die is het niet. Jan-Jaap. Hilton? Klopt. Ja, dus wie is het dan? Paris Hilton. Dit is Paris Hilton. Hilton. Als peuter bij Nancy Reagan. En wat is van de Hilton Hotels? Wat? Nee, hij had het nog niet gezegd, maar gezegd. Ja, hij zei Paris. Hij zei al Paris, ja. Oh, ja. Vaak is het goed om even te wachten tot het antwoord te geven. Maar je had het toch gezegd? Ja, ik heb het gezegd, maar Paris. Nee, ik zei... Ik was zeg maar ook 4/5 van het antwoord. Nou, de half rekenen we ook goed, hoor. Gaat iemand van West-Vlaanderen nu... is in Vlaanderen gewoon een voor- en een achter? West-Vlaanderen, ja, voor- en achter. Ja, ik dacht dat ik het gehoord had. Nee. In je hoofd misschien, maar het was ik hoor dingen soms vroeger dan ze recht zijn. Ja, maar je hebt dat wel vaker, hè, Erik? Ja, maar de klank was hier al, hoor. Ja. Maar hij had hem nog niet, hij was nog niet uit zijn mond. Nee, maar Perry is Latijn voor Paris. Ja. Perry Hilton. Ja. Vinden jullie Paris Hilton een toffe... Ik weet eigenlijk helemaal niet wat zij kan.
Dat weet ze zelf ook niet goed, denk ik. Dus daarom vind ik het wel knap dat iemand met, die eigenlijk niks kan, toch een soort carrière bouwt om... Ze heeft een film, hè? One Night in Paris. Volledig ter jouw verbeelding. Oh ja? Is dat in Paris? One Night in Paris. Het is in Paris, echt. Ja, zo de echo van het... Met een camera. Vanuit het perspectief van de baan. Serieus? Nee, dat is die sextape die op het internet terecht kwam. Dan heeft ze dat zelf in eigen beheer toch uitgebracht en er heel veel geld aan verdiend. Omdat ze wist dat toch iedereen het ging zien. Ja. En dan is het uitgebracht als One Night in Paris. Ja. Slim meisje. Ja. Ik? Ja. Heb je die gezien? Nee. Ah, nee, vast wel. Nee, ik heb die niet gezien. Nee? Nee. Stukjes. Vraag 4, Jonas. Hoeveel procent van de Vlamingen eet zich te pletteren aan snoep en chocolade wanneer ze gestresseerd zijn? Wie er het dichtst bij is, wint. Zo gaat dat bij snoep en chocolade. 25. Kat. 39. 39. Joris. 65. 65 procent die naar de snoep grijpt bij stress. Nee, het is maar 23 procent. Dus Jonas was het dichtst bij. Kat, grijp jij naar de snoep? Nee, wat ik doe, en dat is heel irritant voor mijn omgeving, is ik bijt, bikken en stiften, maar niet gewoon een beetje bijten, maar echt kapot. Ah, dat doe ik ook. Doe jij ook, ja? Yep. Het schijnt dat dat iets te maken heeft met uw orale fase van Freud. Dat daar is misgegaan. Ah ja, dat kan wel, want ik heb Freud nooit oraal mogen bevredigen. Ja, ik voelde, dat heb je wel te vertellen. Je zei de orale fase. Ik dacht, ja, dat gaat hem verstaan. Maar dat de Freud. En dan... Oh, sorry. Nee, Freud kind ook, hè? Ja, ja. Ah, ja, natuurlijk. Freud. Van het, Freud is heel gezond ook, hè? En als je Freud wel oraal bevredigt, heb je Freudsap. Jim Carrey en Jeff Daniels. Lightning McQueen uit Cars. Dan de auto uit Jurassic Park. En dan Breaking Bad. En dan uiteindelijk de Pussywagon uit Kill Bill. Ja, wat voor Pussywagon rijd jij, Joris? Ik rij in een Renault Modus. Altijd in de juiste modus. Ah, is goed. Ja. En jij, Jan-Jaap, en waar rijd jij? Ik rij in de Pussywagon, dus ik had het moeten weten gewoon. Ja, ja, wat voor Pussywagon rijd je dan? Ja. Nee, ik heb een... Ik heb een auto, een zwarte, een Audi. Ja. Maar ik heb in Antwerpen een garage onder het appartementencomplex. En dat is gebouwd door een Vlaming, met alle respect. Ja. Maar nu zijn er toch wel wat stukken, ja, stukken muur zitten er zeg maar aan mijn auto opeens. Gewoon dat het iets te knap. Nou, iets te. Het is gekropt in een droogkast. Is het een hele grote auto? Nou, het is een vrij kleine... Die bocht in die garage gaat serieus gaat zo. Dus op een gegeven moment denk je, dit gaat best goed, dit gaat best goed. Ik zie niks meer! En dan moet je dus helemaal naar beneden. En als je terug omhoog moet, je gaat dus echt zo stijl... Maar Jan-Jaap, daar kan je toch niet elke dag toe verrast zijn? Nee. Denk je elke dag weer... Ik zou je zeggen wat er gebeurde, prinses Leia. Ja. Ik ging namelijk... Want je denkt op een gegeven moment... Nou, ik kan hem wel, die hoek. Oh, je denkt wel? Ja, ik denk, ik kan hem wel, die hoek. En dan gaat het fout. Op het moment dat je denkt, ik kan hem, die hoek. Dan hoor je... En daar is geen geluidje onder gezet. Dat nee, dat is echt. Ja. En dan dan kon je het dus niet. Nee, dan kon ik het dus niet. Nee. Maar dan kan je toch, dan moet je even stoppen en dan doe je een kleintje terug. En dan ga je weer... Ja, en dan, maar alsnog had ik hem vandaag, toevallig vandaag, had ik hem te kwakken in de muur. Ja, het is triestig, hè? Ja, het is echt triestig. Ja, nee, het doet pijn. Dus nu heb ik... Doet pijn? Dat denk ik wel, ja. Het doet toch pijn? Ja, ik heb nu deuren zoals bij Back to the Future. Ja. Dus dan, zo open gaan nu. Nee, wat voor pussywagon heb jij? Ik heb een mini. Een mini? Echt waar, rijd je met mini? Echt waar, ja. Ja, dat is wel sympathiek. Ja. Is het sympathiek? Ik vind het sympathieke wagens. Ja, het zijn leuk. Oh, Joris moet er nog. Ja, het is. Sympathiek. Ja, het is een heel fijne
Wat? Ja, ja, dat moet overal vlot door. Hè. Bedoel, Ja, en je kan overal inparkeren en zo. En dat zou voor mij geen probleem zijn. Gaat toch op, man. Maar ik kan wel, dan moet ik ook bij zeggen, ik kan echt goed rijden. Ja, ja nee, maar ik weet het. Ik heb ooit bij hem in de auto gezeten. Hij kan echt heel goed. Hij rijdt super hard, snel. Ja, ja. Ik rijd wel snel, maar ik ben wel veilig en goed en zo. Ja, maar zeg maar, hij rijdt... Maar echt sneller dan toegelaten? Of, ja, hij rijdt wel tegen de 160 aan, ja. Heerlijk. Op de linkerbaan. Nee, maar dat viel me toen op. Nee, maar ik vind dat je heel goed rijdt, Mark Brie. Ik geef jou een compliment. Dat zou je ook eens kunnen doen. Ja. Okay. Hoeveel procent van de kledij die je koopt tijdens de solder, tijdens de koopjes, gebruik je eigenlijk nooit? Doe je eigenlijk nooit aan? Wie er het dichtst bij is, wint. 60%. Joris. 66%. Kat. 20? Ja, 20 is erbij. 26%. Maar dat vond ik al heel veel. 1/4 van wat je koopt doe je nooit aan. Maar jij draagt 60%, Jan-Jaap. Ja, ik dat dacht ik. Ik dacht lekker nou, een beetje zonden zijn. Dat is inderdaad toch vaak graaien. Ja. Koop jij de kleren voor Dries, Kat, of koop jij die zelf? Dat is wel... Hij heeft geen jacoche, maar hij is wel modebewust. Dus Oké. Zowel als zelf shoppen of... veel online bestellen nu. Ja. Want ik kan me voorstellen dat hij echt niet in klerenwinkels in Napoli kan komen. Nee, het is een beetje moeilijk, dat is waar. Ja. Vanwege zijn maat. Nee, maar waarom? Oh, omdat hij zo bekend is. Natuurlijk, ja. Nee, ik dacht, waarom is het een beetje moeilijk? Natuurlijk. Maat 128. Ja, nee, in Napels zijn de supporters heel enthousiast en zeer talrijk en zeer Italiaanse. De traditie wil, Pedro, dat als jij hier te gast bent, dat we altijd even beginnen over jouw handicap. De welke? Hij mankeert een vinger. Zijn vinger is niet heel... Oh. Wacht, ik ga dat nog eens doen en dan verschiet je iets minder. Hè? Oh. Ja, laat even zien. Ja, bekijk. Ja. Oh ja? Ja, een stukje. Daar hebben we het altijd over. Ja. En jullie weten al hoe het is gekomen? Ja, maar dat gaan we niet zeggen aan jou. Nee. Dat gaan we niet verklappen, hè. Ken je Maggie de Blok? Ja. 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 Ik heb die zijn koeks gegeven, ik heb mijn hand geslagen. Sorry. Ja. Nee, heb jij ook verborgen handicaps waar we nog niks van weten nu? Nee, niks verborgen. Nee, bij mij zie je allemaal handicaps, kan je zien gewoon. Hoezo? Ik heb geen, ik heb één litteken hier en verder geen. Nee, van wat is het litteken? Ja, daar ben ik ooit dus met mijn hand bij een improvisatieopdracht... hadden ze mij gezegd, je moet voorstellen dat je 3 weken niet gegeten of gedronken hebt. Yeah. Dan kom je in een lokaal binnen en staat aan de buitenkant van het raam... op de vensterbank staat een hamburger. Yeah. Ik denk, oké. Okay. Dus ik stond bij hem voor te zeggen, oké, 3 weken niet gegeten, niet gedronken. Oh, wat erg. En ik kom het lokaal binnen en ik zie hem verbeelden die hamburger... en ik druk zo dwars door het raam heen. En toen kwam er een pin... zo in mijn pols. Ja. En toen dacht ik, nou, daar ga ik. En toen moest ik naar het ziekenhuis. En toen zei die verpleegster, die zei, nou, we doen er een zwaluwstaartje op. Weet je, zo klein. Ik zeg, nou, nee hoor. Er moet wel iets ernstiger komen. Ik zeg, er moet een arts naar kijken. Iemand die gestudeerd heeft. En toen zei... dat vond die verpleegster ook niet leuk. En toen... Maar toen kwam de arts en die... Dat was echt het allerergste ooit mee. Gemaakt heb. Die ging met een schaar. Ja. Wat doe je nou? Ja, ik kan er niet goed tegen. Maar... Oh, ja. Oh, dan ga ik door. Ja. Die ging met een schaar en zonder verdoving, zonder verdoving, met die schaar in de wond op zoek naar stukjes glas. Dat deed zo'n pijn. Oh, nee. Dat was het allerergste. Dat deed denk ik meer pijn dan jouw vinger. Dat kan je niet weten, hè? Ja. Maar deed het pijn toen het kun je dat nog herinneren? Ja. Hoe oud was je? 3 jaar. Oh, dat doet pijn. Hè? 3-jarige kinderen hebben ook gevoelens. Hebben ook gevoelens, maar 20. Omdat ze klein zijn. Nee, maar dus kleine pijntjes. Als je klein bent, heb je minder pijn. Erik, kunnen wij nog wisselen? Zo grappig, dat 2 mensen naast elkaar die elkaar zitten op te scheppen over pijn. Ja, maar ik heb gewonnen. Ja. Ja, dat is het. Heb je ooit iets meegemaakt met een Malteser, Mark Marie? Of met een andere hond? Ja, we hadden vroeger een hond, een poedel, een grijze tussenpoedel, zeg maar. Niet zo'n hele kleine poedel, maar ook niet zo'n hele grote. Ja. Zo'n tussenmaat, Chucky. Chucky. En een poedels hebben één heel groot probleem altijd. Die hebben heel vaak, het is een beetje smerig verhaal, maar goed, het is later de avond. Hebben heel veel last van ontstoken anaalklieren.
Mm-hmm. Ook, daar word je ook weer niet goed van. Ja. Ja, het probleem is, ik stel mij alles direct voor. Ja. Oh ja, ja. Anaal clean. En wat hij dan deed, dan doen hondjes, die doen dan, want daar hebben ze last van. En dan gaan ze zo over het tapijt schurken, zeg maar zo. Maar wij hadden lichtgrijs tapijt. Dus er waren overal van die bruine... Op een gegeven moment was het een soort patroontje. Overal bruine strepen, zeg maar, door de kamer. En dat was, zijn, dat was heel zielig, ja. Ja. Chucky. Chucky. Ja.